Hoi, ik ga je laten zien hoe je processing installeert. En processing dat gebruiken wij in mijn programmeercursussen. En we moeten het eerst downloaden. Nou, hier staat al de link, maar ik zal gewoon laten zien hoe je dat vindt. Ik google op download processing. Dan krijg ik al de eerste hit, krijg ik dit scherm te zien. Nou, ik werk op Linux, maar als je Windows werkt op een nieuw computer, is het Windows 64-bit. Oude computers zijn echt hele oude tegenwoordig, is het 32-bit. En als je Mac hebt, pak je deze. Nou, ik heb Linux. En die moet hij even downloaden. Ik doe Save Files. En nou gaat hij hem downloaden. Dat duurt wel eventjes. Kijk, dat duurt nog ongeveer 1 minuut. En dan komt hij in mijn download folder. Dat ga ik nu al laten zien. Kijk, dit is mijn download folder. En wat je nu ziet, is dat er twee bestanden staan. Eén is programma zelf of het bestand zelf, en hier een bestand die eindigt op .part. Nou, in een Nederlandse computer is dat misschien een ander woord, maar het betekent dat hij nog bezig is met het downloaden. Hij heeft een stukje, hij heeft een part al binnen, maar nog niet allemaal. Dus je moet even wachten tot hij hiermee klaar is. Firefox laat het ook wel zien. Als je hierop het pijltje omlaag drukt, dan kun je het hier bekijken hoe ver die is. Nou, hij is dus nu halverwege. Nou, daar wachten we wel netjes op. Maar wat heel vaak fout gaat dadelijk, is dat mensen vergeten om uit te pakken. In Windows of in Linux of in Mac kun je makkelijk in een gecomprimeerde map gaan. En wat we downloaden is een gecomprimeerde map. Dat betekent dat die de bestanden die erin zitten kleiner heeft gemaakt door het in te pakken. En dat heeft heel veel voordelen, want dan duurt het downloaden veel korter. Maar het betekent ook dat we hem wel eerst moeten uitpakken. En je kunt wel in een verkenner wel in de gecomprimeerde map kijken en zelfs vinden hoe je processing opstart, maar dan doet hij het niet. Oké, het is echt belangrijk dat we hem uitpakken, want het is een gecomprimeerde, dat is dus eigenlijk in elkaar gedrukte of kleiner gemaakte map. In Windows zie je ook altijd zo'n een soort, hoe heet dat, een rits ervoor. Kijk, hop. Ik heb nu de hele gecomprimeerde map. Dit is een bestand. Bij mij is het een tar. Bij jou zal het een zip zijn. Dat maakt niet uit. Maar in Windows ziet het eruit als Windows zip. Windows zip symbol. Bij jou ziet het er waarschijnlijk uit als iets van dit. Even kijken of we hem hebben. Oh ja, hier bijvoorbeeld. Oh, dat mogen we niet. Dat mogen we dan niet zien. Maar je ziet hier een map met een rits. Dat is een gecomprimeerde map. Mooi, dan ga ik hem nu uitpakken. Rechtermuisknop hier uitpakken. En hoe dat met Windows gaat of bij Mac, dat weet ik niet precies. Mijn computer is Engels, misschien jouw computer niet. Maar je ziet dat er nu een tweede map komt. En dit is wel een normale map. Nou, daar dubbelklikken we om in te gaan. En dan staat hier al processing. Als je daarop dubbelklikt en je doet hem openen. Oh. Bij Linux is het iets anders. Bij mij moet het zijn openen in terminal. Execute in terminal. Dan doet hij het. Execute. Ah, execute. Nou, dat probeer je gewoon even uit. Nou, het is leuk dat processing het nu doet. We hebben hem uitgepakt. Maar we gaan een snelkoppeling maken, dat we makkelijker erbij kunnen komen. Nou, oké, processing start op. Dat is niet meer zo belangrijk. In Windows doe je rechtermuisknop. En dan kun je hier een snelkoppeling maken. Dat kan bij Linux niet, dan moet ik het op een andere manier doen. En dan komt er hier nog een bestand. En die heeft een snelkoppeling symbool. Windows, in het Engels wordt een shortcut symbool genoemd. Dat ziet er zo uit hier, zo'n pijltje. Nou, dit bestand, processing.exe, die heeft het processing logo. Die moet je laten staan. Maar de snelkoppeling, dus met zo'n pijltje erop, die mag je kopiëren. En die zet je dan bijvoorbeeld op je bureaublad.
Nou, ik hoop dat het zo lukt, want ik kan niet zo heel goed helpen op afstand. Toch, vraag dan eens je vader of je moeder. Die weet het ook heus wel. Oké, dan wens ik je veel succes en plezier met processing. Houdoe!